Ja, mensen, ik loop vandaag stage hier bij de Subway hier aan de Talingweg. Waarom ook niet, hè? Ik ben heel benieuwd. We beginnen. Met handschoentjes? Kijk. Hebben hier ook grote handschoentjes? Ik heb een grote handschoen. Ik heb best wel grote handen, dus ja. We gaan... Eens kijken. Lukt het? Het begint al goed, zie je. Het begint al goed. Heb je ook goed aan? Ja, ik heb me heel goed aan. Dus, Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk. Ik zou zeggen, we gaan gewoon verder. Hè? Ja? Dan pak ik. Nou, wel leuk. Ik pak een papiertje. Dan kunnen mensen in principe. Ja, het papiertje mag je laten. Mag je laten liggen hier. Dan kunnen hier mensen, zeg maar, aan de andere kant kunnen zien zeg maar, wat voor broodsoort ze willen. Dus stel voor iemand wil een hele sesam. Dan pak je achter een hele sesam. U wilt een hele sesam hebben, begrijp ik. Oké, daar komt ie. Vanmorgen vers gebakken allemaal, hè? Dat is, vers gebakken. Als je wil, mag je wel een beetje pakken. Zo. Puntbroodje gewoon voor de twijfel. Ik heb, dit wordt een speciale, dit wordt een puntbroodje. We gaan hem... Een puntbroodje. Je honderd er nog eentje. En we snijden hem open. Mag je hem ook gewoon laten? Mag ik, ja. Beetje snel. Het duurt alweer te lang. Zo. Zo. Ik vouw hem open. Je vouwt hem open. Niet op die manier. Want zo wil de klant het. Nee, zo wil de klant het niet hebben. Zo is niet goed. Oké, okay. Nou ja. Even kijken. Ik ga even de klant, wat de klant erop wil. Nou, wat wilt u? Hagelslag, kindergaas? Ja? Nee, alles wat hier ligt. Ja? Zeg maar, de klant geeft dan aan wat voor broodje degene wil. Oké. Okay. Stel voor de klant een teriyaki, dan pak je van deze. Dit is de teriyaki. Ja? Dat is zoete kip. Zoete kip. Zeg maar, en af en toe vragen mensen nog wel eens wat het verschil is tussen de teriyaki en de finita. En dan vertellen wij hun, zeg maar, dat teriyaki, dat zoete kip is. Dat de fajita gekruide kip is. Hete kip. Zo heet ook. Is ook nog niet zo heet. Oké. Okay. Kom mee. Doe er extra pepers bij. Een meneer ook een vrouw. Ik wist die wil. Teriyaki en een fajita. Ja. Dan pak je zo'n schepje. En die doe je erop. Zo'n schep doe je erop. Zo. Ja, en voor hele zijn er twee. Van hele twee schepjes. Ja, voor een half is één schepje, voor hele twee. En die doen jullie ook bij ook? Ja. En dan als de meneer of mevrouw dus aan de kaas wil, doen we de kaas bij op? Ja, de kaas bij. Meneer of mevrouw, die wil pittige kaas. Of gewoon kaas, eentje en met pittige kaas. En dan doe je één plakje erop? Nee, we nemen hem erop. Oh, ik heb er al twee op elkaar liggen. Moet je even hier uitkrijgen? Ja. Twee plakjes kaas. En de pittige kaas is precies hetzelfde. Vier op een hele, twee op een halve. Oh, oké, okay. Dit gaat heel lang duren weer. Dus ziet, dat komt. Dit is geweldig. Ja. Kijk, vier plekjes naar elkaar. Ik kon dat je handschoenen ook niet goed aan hebt. Daar liggen het aan. Ligt gewoon aan die handschoenen. Ligt er ergens aan. Oké. Okay. Gaan we door naar de volgende. Dan pakken we deze. Doe lopen naar raam 2. Nou, oh, nog niet. Ik nog de oven dicht. Ja. Zo. Oh, dan gaan we hier open, ja. En dan gaan we daar open in. Ik vind het nou wel leuk. Twee hele bonus, de eerste knopje en de laatste knopje. En dat wachten. Ja. Dus dan nemen we nu een bak koffie. Nee. Toch? Nemen we nu een bak koffie en dan kom zo bij u terug. Nee, gaat niet zo. Oké, okay, nou. Gaat niet zo? Kunnen we in ieder geval, zeg maar, deze doe ik al weer dicht, ja. Ja, we kunnen dit altijd wegleggen, zeg maar, kijken welke bijna leeg zijn. Aanvullen, zeg maar, ja. Dan kan je aanvullen, dan hou je de lege plaat, dan hou je eruit. En als het druk is, dan zetten we ze even hier neer. En dan brengen ze daarna naar terug. Zo makkelijk is het dan nog niet. Ik denk dat doe je gewoon zo even de broodjes snijden. En dan wachten we even een half uur, drie kwartier ongeveer dat het broodje klaar is. Nou, zo nog. Gaat sneller? Nee, dat gaat, gaat sneller. Gaat heel veel sneller dan dat. Kijk, nu is het klaar. Kijk. Dan halen we het eruit. Wat een verschil, hè. Wat een verschil. Dan pak je hem erop, leg je hem hier neer. Allemaal. Zeg maar, en dan gaan we de klant vragen zeg maar, wat voor groenten ze willen kopen. Ja, wat voor groenten wilt u mevrouw of meneer? Ja. Oké,
stel voor de klant, ik wil eigenlijk een sla te maken. Kom maar. Ja. Dan pak we een beetje sla. Beetje sla erop. En moet er precies voor zorgen, zeg maar, dat de sla gewoon aan één kant ligt. Ja, maar ja, dat is niet op het vlees. Het is aardig gelukt bij mij, geloof ik. Ja. Nou, dan ja, een beetje tomaten. Dan doen we 6 plakjes erop. Ja, nou. Kijk, wat. Tomaatje erop. Tomaatje hier. En een beetje pepers, hè? Dit is pepers, hè? Dat zijn olijven. Oh nee, de pepers. Ik ben de gek van pepers. Pepers? U wilt wat pepers hebben, mevrouw? Ja. Even wat pepertjes erop. Ik krijg nog brandlussen mee naar huis, hè? Dat snap je natuurlijk. Hè? Dat, ja, nou, dan is het zover klaar. Satésaus erop en. Hè? En dan doen we de saus erop. Ja. Nou, bijvoorbeeld spotleeg, of meneer. En doen we er gewoon in zo'n lijn. Eén streepje eroverheen. Ja. Doen we mij ook maar een kleine streepje erop. Ja. Ja. Nou, dan is het klaar. Ja, nou, wij hebben gewoon dit. Oké. Okay. Doe even doormidden. Ja, dat snijden we doormidden. Ja. Nou, ik doe even mijn handschoen uit, want. Zo? Ja, de handschoenen moet je in principe wel aanstellen. Ja, normaal heb je de handschoen dan nog aan. Maar ja, dan. Zakje dicht. Pakken we zo. Zo. En dan gaan we hem inpakken. En we pakken hem in. Ja. Het is misschien niet leuk om actie te helpen. Lijkt een heel actie. Ja. Ja, goed, ik ben er nu toch, dus waarom ook niet? En ja, dat is natuurlijk een speciale Halloween-lijkendeel. Ja, en dan geven we 4 à 5 droontjes weg. Tada! Kijk, ik zal me zo berekenen overal op. Wat hoor ik, wat geven jullie weg? 5 droontjes, 5 halve droontjes kan ik weggeven voor de lijkendeelactie. Oh, dat is een hele leuke actie. En we maken het natuurlijk donderdag bekend. Donderdag wordt bekendgemaakt. En dan kunt u vrijdag ja, lekker komen eten. En het enige wat u hoeft te doen is. Ja, Lijkwinkelcentrum Hart van Zuid wil deze actie natuurlijk openbaar. En vooral iemand tekken die zegt van, Tilo, stop wel een broodje. Jullie vriendelijk bedankt weer. Ja. En ik denk dat ik toch maar gewoon wasmachines moet gaan blijven verkopen. Ja, denk. Dat denk ik wel, ja. Oké, bedankt. Succes.